Honderden auto's reden zaterdag 18 december de kerstdrive-through die was georganiseerd door LTO. Kom langs bij de boeren en tuinders en geniet van het platteland in kerstsfeer. Dat was de slogan en het was wederom een zeer groot succes. In de kop van het Holland waren drie routes uitgezet. Door de Wieningermeer, over Wieningen en door Annapolona. Wij kozen voor de route Annapolona en de start was bij de Welkoop. Wat krijgen de mensen allemaal mee? Nou, ze krijgen een emmer mee, een kerstmuts met lichtjes. Ze krijgen een bingo-kaart mee. Daar kunnen ze onderweg afstrepen welke ze tegenkomen. En een routekaart. De eerste stop was bij Klaas Keppel, waar je een zak aardappelen en een zak uien kreeg. Op naar Bolta, waar je verblijd werd met bloembollen en een fraaie lelieplant. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat als de brandweer. Helemaal niks mis mee. Hartstikke leuk. Perfect geregeld. Hier krijgen ze een lekker zakje patat. Jazeker, vers gebakken. En ik hoop dat het in ieder geval smaakt bij iedereen. Een beetje zin in, hè, patatje? Lekker. Vorig jaar ook gedaan. Nou, het was geweldig. En nu weer. Het was toen ook patat bij? Ja, zeker weten. Oh, en dat is zo lekker tussenin. En allebei af en toe eventjes een patatje pakken. Voor een eerlijk stukje vlees moet je bij Polderpark zijn. Wat krijgen ze hier? Lekker stoofvlees voor het recept wat ze hebben gekregen. En ze kunnen daar een lekker stoofpotje mee maken. Wat krijgen ze hier? Een drankje? Ja, hier krijgen ze een blauwe bessensapje. Puur 100% sap. Oh, dus geen alcohol in? Nee, geen alcohol in. Nee. Op naar het pensioen van Eeuwe Sluis voor Koek en Zopie. Doen jullie voor het eerst mee? Ja, dit jaar doen we voor het eerst mee. Via mijn zus Anouk van Polderpoort kregen we te horen met de vraag of wij ook nog mee wilden doen. Nou ja, hartstikke leuk. Deze tijd is ontzettend saai, dus nu met corona doen we graag mee, want dat vinden we alleen maar leuk. Hoe bevalt het? Nou, wat een gezelligheid hier. We worden er helemaal blij van. Nou, ja, geweldig. Doen jullie voor het eerst mee? Ja, hier voor deze route wel, ja. Komen jullie uit de buurt vandaan? Julianendorp, is wel in de buurt. Het is wel leuk. Heel leuk. Bij Zonnehoeve een lekker potje sem. En als afsluiter bij de molen in Wieningenwaard een zakje meel om pannenkoeken mee te maken. Een hele leuke tour. Tot volgend jaar.